Het gebied rondom de steenfabriek in Milsbeek heeft een grote cultuurhistorische waarde. Zoals de Bloemenstraat, dat was vroeger een heerweg tussen het Romeinse Rijk naar Nijmegen. De Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft in de tijd, dat wil zeggen 2010, een rondje rond Milsbeek aangelegd. En ondertussen is er nu een struinpad tot stand gekomen, wat medio mei, hopen we, geopend gaat worden. We gaan daarover in gesprek met wethouder Jan Welles. Wethouder Jan Welles, we staan hier op een kruispunt van wegen, zowel als bij de Tielerbeek in Milsbeek. Een struinpad, kunt u vertellen wat dat gaat worden? Ja, het is bijna klaar. Een struinpad is een pad eigenlijk wat niet alleen maar over begaande wegen gaat, maar dus ook door weilanden en waar je dus echt kunt struinen. Het is een initiatief van vrijwilligers in het kerkdorp Milsbeek, gemeente Gennep. Wie doen hier allemaal aan mee? Nou, het is een initiatief en de trekker van het project is de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. En die krijgen ook alle honneurs wat mij betreft. Verder zijn betrokken het IKL, het IVN, Rijkswaterstaat, Waterschap Pelen Maas, Slim, buurtvereniging Bloemenstraat volgens mij. Ik denk dat ik nou een heel eind ben, maar in ieder geval een hele hoop partijen zijn hierbij betrokken, ja. Ook een familie die een deel van hun privébezit open hebben gesteld, die doet hieraan mee. Wat betekent dat in de praktijk voor bijvoorbeeld de loopgraven die hier ooit zijn aangelegd? Nou, hier in het bosje aan het Kreupelpad, daar is een verdedigingswerk van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog geweest. Dat blijft intact. Je ziet daar nog sporen onder andere van loopgraven. Maar daar wordt niks specifieks aan gedaan. Dat blijft gewoon intact zoals het nu is. De Achterbroek, de Bulten en het Kreupelpad, dat zijn onverharde openbare wegen. Ja. De gemeente heeft gesteld dat ze meewerkt aan het struinpad. Maar wat betekent dat in de praktijk? Worden die verhard? Nee, die worden niet verhard. Die blijven dus onverhard. Wat met name de medewerking van de gemeente betekent, is dat wij een subsidie hebben gegeven om het ook mogelijk te maken door de landerijen te gaan. Dus niet alleen over de begaanbare wegen, maar ook door het land. Daar loopt misschien wel vee en je wil dat vee niet op de weg hebben. Dus daar hebben wij subsidie verleend voor de hekken onder andere, voor gaas voor schapen, maar ook voor een aantal kastanjes te plaatsen en wat heggen en om het landschap aan te passen aan een beetje het idee zoals het er ooit misschien uit heeft gezien. Om dit pad te realiseren is er dus zogenaamd recht van de overpad nodig. De eigenaren van de steenfabriek, Wienenberger, hebben hun medewerking alsnog niet toegezegd. Nee, dat klopt. Daar loopt natuurlijk een heel ander traject met terrein van de steenfabriek. Wat de Stichting Cultuurbouw wel voor elkaar heeft gekregen, is dat ze van hieraf ook het struinpad laten aansluiten naar de gebrande kamp en de Maas. Dus toch een verbinding hebben weten te creëren tussen Milsbeek en de Maas. Op dit ogenblik staat de steenfabriek nog in het bestemmingsplan als fabriek ten behoeve van het maken van stenen en eventueel de opslag voor de verkoop. Gaat er verandering in komen? Wij starten binnenkort met het traject actualisatie van het bestemmingsplan Spokkelveld-Overberg. En daar is dat een onderdeel van. Regiovisie, die geeft ook aan dat er hier potentieel is voor toeristische of andere ontwikkelingen. Nou, daarom onder andere ook het struinpad natuurlijk. Hè. Want dit wordt toch wel weer een juweeltje voor de gemeente, denk ik. En met name voor Milsbeek uiteraard. En nogmaals, alle lof aan de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Wienenberger zelf hebben een ontwerpplan laten maken. Dat is uit 2014. Daar hebben ze ook veel medewerking voor verkregen. Blijkt uit het plan zelf. Hoe staat het daarmee? Nou, daar staat het in zoverre mee dat tamelijk stil ligt, want de financiële grondlegger was woningbouw. Ja, en zoals we allemaal weten is dat juist een onderwerp hier in de gemeente waar we heel voorzichtig mee omgaan. Nu is het pad, wat ik begrepen heb, bijna klaar. Is er een officiële opening gepland en wanneer kunnen we dat verwachten? Of mogen de mensen er al overheen? Ik weet niet of ze er al overheen mogen, maar in ieder geval eind mei staat een officieel moment gepland om het te openen. Maar ook dat wil ik aan de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek overlaten.
Nou, dit is dus een prachtvoorbeeld van een initiatief van vrijwilligers en lokale dorpsbewoners. Zijn er meer plannen die in de gemeente een rol kunnen spelen, waaraan ofwel de gemeente zijn medewerking of subsidie geeft? Ja, er zijn er nog twee. Behalve dat struinpad waar we financieel aan bijdragen, is er een aanvraag vanuit IKL gekomen. Instandhouding kleine landschapselementen, daar staat dat voor. Die hebben een aanvraag ingediend voor een hoogstamboomgaard, want dat is op zich niet meer rendabel te exploiteren op dit moment. Dus daar komt subsidie bij en dat hebben we hier aan de Bulten ook toegestaan. Voor 5 appelbomen, dan moet ik even goed nadenken, 3 perenbomen, 3 kersenbomen en 1 pruimenboom. En wat ik ook een hele mooie vind, dat is ook hier in de gemeente aan de Schaafse Bosweg. Daar gaan wij 3 percelen grond opschonen van opslag. Daar staan met name Amerikaanse eiken en Amerikaanse vogelkers. Die gaan we opschonen om daar de hei weer een kans te geven. En op dat eerste, en dat is in totaal bijna 5000 vierkante meter, dat gaat ook het IKL doen. Met name ook samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het mooie van één van die 3 percelen, die grenzen aan elkaar, maar het eerste perceel, daar wordt een grafheuvel vrijgemaakt, zodat die ook weer zichtbaar wordt in het landschap. En ja, in verband met heel veel cultuurhistorische waarden die daar mogelijk in de grond zit, moet dat allemaal handmatig gedaan worden, dus zonder machines. Is dat weer een trekker voor het lokale toerisme? Ongetwijfeld wordt dat ook weer een juweeltje. En het is, ja, je maakt iets zichtbaar uit de historie en dat trekt altijd, denk ik. Ja. Dank voor uw toelichting en succes met uw werk. Graag gedaan, dankjewel.